De documentaire over Leo Klisser is een bijzondere productie, afgeleverd door Susha Citroen en twee jonge vrouwen, Lotte Groenendijk en Lucy Azadjan. Ik praat hier in de studio met Susha en Lucy over het maken van de film over het korte leven van een Joods kind in oorlogstijd. Dames, welkom. Dankjewel. Jullie hebben dus een documentaire gemaakt over het leven van Leo Klisser. Waarom? Ik begin met jou. Ik organiseer de plaatsing van de Stolpersteinen. Ik heb een Facebook-pagina voor die Stolpersteinen. En ik kwam op een dag een bericht binnen van een thuiszorghulp, Rika Groeneveld. Ja. Ik werk bij meneer Hendrik van den Berg. En die wil zo graag een Stolperstein voor het jongetje Leo Klisser. En ik ben vervolgens gaan bellen met die meneer. En hij vertelde toen dat jongetje dus riep op het moment dat hij werd weggevoerd: oma, help me. Nou ja, dat sneed door mijn ziel. En ik had echt het gevoel van, daar moet een Stolperstein voor komen. En dat gaat ook nou inderdaad gebeuren. Ja. En toen was er Open Joodse Huis. En toen keken we naar een manier, dat zetten we samen op met het streekarchief Midden-Holland. En toen keken we naar een manier hoe dat verhaal verteld kon worden. En dat is die in een documentaire geworden. Vorm geworden. Ja. Waarom Leo Klisser? Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Maar heeft het ook nog iets te maken met het jongetje zelf? Of komt het ook omdat het om een kind gaat? Heeft dat een extra dimensie gekregen of niet per se? Hoe zit dat voor jou? Emma heeft eigenlijk Susha gekozen. Mm-hmm. Okay, maar dus ik moet echt de vraag hier. Ja, precies. Wat gaan we doen bij deze? Ja. Jij komt straks naar Leo Klisser, hij kwam op me weg. En deze verhalen moeten verteld worden. En dat gaat ook zo bij de Stolpersteinen. Als op een gegeven moment nazaten een Stolperstein voor een bepaald persoon aanvragen, dan gaan die, als het ware, voor die steentjes. Mm-hmm, mm-hmm. En in dit geval Leo Klisser. Ik had het gevoel van, je krijgt vaak je hebt te maken met oudere mensen. En nu kunnen ze er nog net bij zijn, ook bij de plaatsing. Dus het is belangrijk dat ze nog vertellen. In de documentaire praten we ook met een mevrouw die 99 was. En die zou 100 worden. Ja. Inmiddels is ze overleden. Mm-hmm. Maar ze heeft nog net een paar dingen kunnen zeggen. Ja. Dus het is allemaal nog maar korte tijd. Ja, ja, een soort haastgeboden als het gaat. Nou, om haastgeboden, je bent al laat. Soort producties, ja. Ja. Ja, nee, ik snap hem. Toch nog even over dat verleden. Waarom die fascinatie voor dat Joodse verleden in het bijzonder? In mijn geval, omdat ik een grootvader heb van vaderskant die Auschwitz heeft overleefd. Ja. Dus ik ben van de onderduik. Vader, geboren in 1948, dus je denkt vanzelf na. En ik ben nu 68 en op een gegeven moment, toen ik in Gouda kwam wonen, dacht ik, hoe zit dat hier in Gouda eigenlijk? Mm-hmm. In welk opzicht? Hoe zit dat in Gouda? Er was op een gegeven moment een verzetsmuseum, maar hoe zit het dan? Wie hebben de Joden hier? Waar hebben ze gewoond, die Joodse stad? Vandaar die Stolpersteinen. Op een gegeven moment toen ging ik zingen in Borne en daar zag ik Stolpersteinen en ik las erover in de NRC en ik dacht, die moet in Gouda komen. Ja. En dan zie je een lijst bij de, ik ben bestuurslid van de Stichting Gouds Meta-Heerhuis, die ze dus plaatst. En dan zie je zo'n lijst in het Meta-Heerhuisje en eerst zijn dat allemaal namen voor je, alleen maar namen. En je ziet dan de leeftijden en het is al verschrikkelijk, maar ken je de verhalen? En ik vind, die verhalen moeten verteld worden. Ja. En die moeten doorgegeven worden. Nou, heel goed dat je dat doet. Zou voor jou anders liggen? Ik was eigenlijk geïnteresseerd in Joods geschiedenis. Ja. En toen ik hoorde van Susha over dit project, wilde ik aanhaken. Vind ik heel bijzonder. Ja. Vertel eens hoe dat gebeurd is. Want behalve jij en Susha is ook Lotte daarbij betrokken geweest. Lotte Groenendijk, die hier niet vanavond bij kan zijn. Maar vertel eens hoe dat gegaan is als het gaat om die samenwerking en deze productie zo met elkaar. Ik heb de film vastgelegd. Okay. Ik was cameravrouw, zeg maar. Okay. En ik vind het heel indrukwekkend. We hebben een mooie film gemaakt en zeker wel mooi waard om één keer te zien. Ja, en komt dat door je achtergrond, door je studie of wat maakt dat je dit had willen doen? Ja, eigenlijk, ik vind het erg
Ja, ik vind het erg wat is allemaal met die Joodse mensen gebeurd toen. Want ze werden gewoon vermoord omdat ze Joods waren. Mm-hmm. Ja, dat eigenlijk... Ja. Pardon. Ja, sorry. Ja, eigenlijk. En die verhalen zijn bekend voor mij, want... Ja, Armeense mensen hebben nog genocide gehad in 1915. Mm-hmm. 1915, sorry. Ja, dus ook, ze werden ook vermoord omdat ze Armeens waren. Ja. Dat is gewoon... Ja, snap ik. Dat daar ook je betrokkenheid minimaal zit. En nou, misschien kun je niet voor Lotte praten, maar heb je enig idee wat haar heeft doen besluiten om met jullie dit te willen doen? Hoe kwamen jullie aan elkaar? Hoe kwam je aan Lotte? Nou, er was dus de opzet voor Open Joodse Huizen. Dus de Stichting Goudsmeed en Heerhuizen en het Streekarchief. En Lotte was vorig jaar vrijwilligster. Dus de jongste vrijwilligster. En we hadden Lotte het idee... Lotte is hoe oud? Die 16, volgens mij is ze nu misschien al 17. Ja. En jij bent er voor de volledigheid? 21, oké. Okay. Ja, jongen. Ja. En dus Lotte is heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Zit in 5 gym en... we hadden het idee van, die kan misschien nou een andere functie hebben, misschien wel een verhaal vertellen. Ja. En toen was het idee, dus we waren dat aan het voorbereiden, en toen was het idee van, nou misschien kan ze dan een interview doen met die meneer, die Hendrik van den Berg, die in de tijd 12 jaar was, toen dat jongetje Leo Klisser bij hem ondergedoken zat, en nog een andere onderduiker. Dat waren waarschijnlijk zijn ouders, hè? Waar die zijn dan ouders, Dirk van den Berg en Cornelia van den Berg. En... En dus Lotte is betrokken geweest bij de opzet van het verhaal. Dus Lucy is dus degene die... Ja, zij wil later speelfilms maken. Zit op de Filmacademie. Aha. Dus die heb ik erbij gehad van... dat is een goede filmer. Uh-huh. En toen hadden we dus eigenlijk de opzet voor het verhaal gemaakt. En we zouden 4 dagen gaan filmen. Ja. En Lucy heeft nog had een goede professionele camera geleend. En... ze heeft een lens gehuurd. En toen hadden we 4 filmdagen in het weekend. En Lotte ja, die is dus heel geïnteresseerd in geschiedenis. Haar vader, grootvader, die heeft volgens mij in het verzet gezeten. Maar die grootvader is op dat moment overleden. Dus net voor dat weekend. Ja. Dus we hadden de opzet gemaakt van we gaan dat dus doen. En dan gaan Lotte en ik, die gaan een beetje ook met elkaar praten als we op bepaalde plekken zijn enzovoort met mensen. Maar ja, en toen werd het verhaal toch anders. Want toen kon zij er 1 filmdag bij zijn. Toen we hier aan de Broekweg bij het Garmaal waren en met die meneer gepraat hebben, Hendrik van den Berg. Ja. Maar we zijn ook naar 3 bergen geweest. En dat hebben jullie ook allemaal met z'n drietjes gedaan? Nee, dus toen ben ik samen met Lucy ben ik naar het Stadsarchief in Rotterdam gegaan. Okay. En toen zijn we in 3 bergen geweest. Ja. En toen zijn we uiteindelijk ook in het huis geweest van het jongetje, waar het jongetje gewoond heeft. Niet echt in de woonruimte, maar de trap in Amsterdam. Dus, dus toen werd het geleidelijk toch een andere film. En het is al eerder vertoond, hè? Want we moeten helaas zo meteen afronden. Ja. De tijd is er niet meer naar. Maar de film is al eerder vertoond. Woont hier Gouda? Dat is geweest bij? Het is in de bibliotheek, in de chocoladefabriek, in de Steenlandzaal is die vertoond. En hij is ook, dus dat was op groot scherm. En hij is ook vertoond op Open Joodse Huizen 3 mei. Okay. Is die in het voormalig Joods bejaardenhuis 2 keer vertoond. Ja. En al reacties gekregen die de moeite waard waren? Zeker. Leuke reacties gehad. Ja, heel goed. Nou, het komende half uur is de zendtijd voor de documentaire. We hopen dat u thuis met veel belangstelling naar deze film zult kijken. Mijn grootvader overleefde Auschwitz. Dat besefte ik al als klein kind. Ik zat vol vragen, maar durfde ze niet te stellen. Toen niet en later ook nauwelijks. Ik ben Susha Citroen. Sinds 2010 organiseer ik de plaatsing van stolpersteinen in Gouda en wil ik de verhalen van de omgebrachte Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog
leren kennen en doorgeven. Dat is het minste wat ik kan doen. Op een dag kreeg ik op Facebook Stolperstein de Gouda een bericht over het Joodse jongetje Leo Klisser. Zijn naam kende ik niet. Hij stond niet op een lijst van mensen voor wie we Stolpersteinen willen plaatsen. Goedemiddag. Een cliënt van mij woont op de Broekweg bij het Oude Gemaal. Hij vertelde dat er in de oorlog 2 Joodse jongens bij hun waren ondergedoken. Op een dag kwam er een inval. Hij is gevlucht met een van die jongens. De ander is meegenomen en nooit meer teruggekomen. Was vergast, maar dat weet hij. Vanmorgen had ik het met meneer over de Stolpersteinen. Hij zou het ontzettend fijn vinden als er ook een steen bij het gemaal geplaatst wordt. Hoe kunnen we dit verwezenlijken? Ik hoop dat jullie kunnen helpen. Met vriendelijke groet. Ik ging meteen op de website Joods Monument kijken en zag foto's van Leo en zijn ouders. Er was ook nog sprake van een broer die de oorlog had overleefd. Op de website van het Joods Monument in Driebergen zag ik dat de ouders Elkan en Leentje Klisser op de Melville de Karnbeelaan zaten ondergedoken. En broer Han op de Willem van Abkouderlaan. Ook las ik daar over mevrouw Kessing, een getrouwde dochter van het gezin Brand, bij wie Han ondergedoken zat. Ik ging kijken of ik meer te weten kon komen in Driebergen. Eerst ging ik naar het Joodse monument in het Wildbaanpark. Mooie plek van bezinning, een mooi monument met de namen van de vermoorden tijdens de Shoah en ook die van de ouders Elkan en Lena erop. 2 mensen. Beide geboren en getogen in Amsterdam. Hun kinderen Leo en Han ook, totdat ze allen moesten onderduiken en hun wegen zich scheiden. Toen liep ik door naar de Melville van Karnbeelaan. Hier op deze laan liep meneer Brand soms te wandelen met vader Klisser. Zo ongeveer 42 jaar moet vader Elkan toen geweest zijn en moeder Leentje 46. Zij durfde geen ommetje te maken. Daar was ze te angstig voor. Ze bleef binnen. Hallo. Sorry voor de storing. Kan ik u helpen? Ja, wij maken een film over Leo Klisser. Dat is een Joods jongetje waarvan de familie, de broer, heeft hier ondergedoken gezeten. Aha, ja. Wat ik wel kan doen is, de buren die wonen hier al hun hele leven. Dus die zullen veel meer weten. Want wij hebben dit huis 1,5 jaar geleden gekocht. Ja. En van mevrouw Kessing. Oh, van mevrouw Kessing? Ja, want die heeft hier tot 1,5 jaar geleden gewoond. Ja, want de vader is dat Han Klisser, toen zijn ouders werden weggehaald, ja. Dat er een
gepensioneerde verpleger kwam, meneer Keur, uit Amsterdam, meen ik. Ja. En dat hij zei iets als je maak dat je wegkomt, je ouders. Alleen zoiets moet hij gezegd hebben, dat is het verhaal van mevrouw Kessing volgens mij. Ja, ja, ja. En toen is hij weggerend. Ja, want voorheen vluchtte men dus via de achtertuin. Dat kan nu niet meer omdat alle achtertuinen dicht zijn. Maar voorheen liep daar waarschijnlijk een pad aan de achterkant van de percelen. Naar het bos. Want de bebouwing van deze huizen die loopt tot, tot 50 meter verderop. Oh, ja. En daarachter beginnen nieuwere huizen. Dus die stonden nog niet in de oorlog. Sorry, ik ben José Rens. Hallo. Tine Kessing. Dat is mevrouw Kessing. Dat is mevrouw Kessing, ja. Die woont nu in een verzorgingshuis in Zeist. Ja, en die heeft al verhalen over. Zij is niet goed aanspreken. Nou, jawel, ze is heel goed aanspreken. De verhalen kloppen niet allemaal. Ja. Ze is vol verhalen, maar ja. Ze wordt 100 namelijk dit jaar. Oh, ze wordt 100? Ja, ze wordt 100. Ze is 99. En mijn ouders hebben hiervoor gewoond en die hadden heel veel contact met haar. En wij hadden ook heel goed contact met haar. Ze heeft mijn ouders en ze heeft ook geschreven over haar jeugd. Maar dat hebben haar kinderen natuurlijk. Wat een behulpzame mensen hier. Ik kon zo meerijden naar het verzorgingstehuis in Zeist. Ongelooflijk. Ik kon mevrouw Kessing dus misschien nog gewoon spreken over Han en zijn ouders. Zonder veel nadenken ging ik het zorgcentrum binnen, helemaal gespitst op de ontmoeting met mevrouw Kessing, op naar de vierde verdieping. Ik kwam een grote woonkamer binnen en informeerde naar haar. Daar zat ze in haar eentje, in een hoek, te dommelen. Goeiedag mevrouw Kessing. Goeiedag. Goed. Mag ik een hand geven? Natuurlijk. Ik ben Susha Citroen, u kent mij nog niet. Nee. Ik ben net in uw oude huis geweest. Oh. Mag ik even bij u komen zitten? Graag. Uw vader ging wel eens wandelen met die ongetogen meneer Elkan Klisser. Ja. Klopt, hè? Ja. En waar woonde die Elkan Klisser? Nee, woonde, want ik hoorde iets van de Melville van Karnewijk. Daar heb ik ook zelf gewoond. Nee, u woonde op de Willem van Abkoude. Ik woonde op de Willem van Abkoude. Ja. Maar dat was allemaal één toen men. We waren allemaal. Ja, hetzelfde. Ja, begrijp ik. We waren mensen, gewoon mensen. Ja, en die ging hij dus ook. Dus hij wandelde met die ongeboren vader. Ik zie het voor me. Ziet u het voor me? Mijn vader was zo fijn. Hij liep ook in de speer. En dan zei hij, jullie zitten op de verkeerde route. Zei hij tegen die NSB'er. En dan zei ze, wat bedoelt u meneer? Ze noemden hem altijd op, meneer Brand. Meneer Brand. Toen zegt hij, het zijn mensen. En als jij zo doet, ben je geen mens, dan ben je een wezen van niks. Het waren dus goede mensen, want ze hebben dus mensen laten onderdoken. Ze hebben dus mensen, want die Han Klisser heeft daardoor de oorlog overleefd. Ja, hij is gevlucht, heb ik gehoord, doordat de meneer Keur uit Amsterdam... Keur, die woonde daar vlak tegenover ons. Wij woonden, als dit nou de Willem van de Koudelaan was, dan woonde meneer Keur, die woonde... Net daar tegenover. Tegenover dat huis? Ja, en die kwam waarschuwen. En waar kwam die dan? Aan de voorkant of aan de achterkant? Hij kwam net als altijd. Aan de voorkant. Hij kwam lekker keuteren binnen. Zo lekker nonchalant. En dan zei hij zo, Han. En dan zei hij zo langzaam, nu zeg. Waar ben je gekomen? Ze hebben je vader en moeder gehaald. Oh, ze hebben je vader en moeder gehaald. Maak dat je wegkomt. Zei meneer Keur ook nog. Mevrouw Kessing-Brand heeft dit van dichtbij meegemaakt
omdat ze in de oorlog als getrouwde dochter met haar man inwoonde bij haar ouders. Ach Han, het was zo'n aardige snotneus, zei ze. Hij was toen een jaar of 15 en zij 10 jaar ouder, 25. De eerste ochtend in zijn nieuwe onderduikhuis wachtte het gezin bij het ontbijt op Han. Hij bleek nog timide boven op zijn bed te zitten en kwam zeker niet uit zichzelf naar beneden. Later kwam hij ook buiten in de tuin en speelde met de baby van mevrouw Kessing. Ook at hij wel eens samen met zijn ouders die vlakbij ondergedoken zaten. Maar samen in hetzelfde huis onderduiken vond men te gevaarlijk. Lieve vrouw, mevrouw Kessing Brandt. Zeg maar Kes, zei ze. Maar ik ben ook eigenzinnig hoor. Altijd geweest, net als mijn vader. Leuk om haar gesproken te hebben. Zo op de valreep naar haar 100 jaar. Bijna 100 en zo jezelf zijn. Op deze dag was scholier Lotte er ook bij. Zij is zeer geïnteresseerd in geschiedenis en samen met haar hebben we het plan voor dit verhaal opgezet. Eindelijk gingen we nu naar het huis bij het gemaal Oostpolder in Schieland, net aan de rand van Gouda, waar de kleine Leo ondergedoken zat. Ik had een paar keer gebeld met Hendrik van den Berg, de indertijd 12-jarige zoon des huizes, die na 75 jaar nog altijd om hem treurde. Nu zouden we in het huis komen waar dat kleine jochie rondliep, waar hij in een gezin zat en misschien wel gewoon buiten speelde. Zo'n jongen alleen zonder zijn ouders en grote broer, in een ander gezin. Hoe moet dat voor hem geweest zijn? En dat jongetje dat zat dus, is dus zo uit Amsterdam direct bij jullie gekomen? Ja. Hij is hier 2 jaar geweest. Dus hij was 5, dus het was echt zo'n ja, toen, nou, was 6 jaar toen hij weggehaald werd hier, tussen de 6 en 7. Mijn broer, ik heb een broer die was net zo oud. 4, 5, ja, was misschien nog 4, 5. Ja, zoiets in die buurt, ja. Zo'n jong gozertje. Ja, ja, je moet me niet kwalijk nemen, ik was toen ook een jochie. Ik heb ook niet alles, ik heb een heleboel kunnen onthouden, maar ik ben ook wel eens dingen kwijtgeraakt in die tijd. Ja. En hoe was dat voor, want dat was dan een broertje, of hoe werd hij geïntroduceerd? Was als broertje. Als broertje. Ja. En dan moest je hem broertje noemen. Dat is mijn broertje. We noemen hem gewoon Leo, net zoals mijn broer, de andere broer die net zo oud was Dirk en mijn jongste broer was Arie. Dus Dirk, Hendrik, Arie. Ai. En kleine Leo. En Leo. En, ja. En die jongste broer, was die even oud als Leo? Nee, mijn jongste broer die was in 1941 geboren. Oh, die was dus jong. Die was jong, ja. Was nog een baby. Een babytje en dan kreeg je Leo. Ja, en dan kreeg je Dirk, mijn broer die achter mij is. En die was hoe oud? Hoe die oud was is 36 geboren. Was dus even oud als Leo dus? Ja. Even oud. Speelden die met elkaar? Ook ja. Dirk en Leo? Ja, ja, ja. Ja, maar dus jullie hebben dus gespeeld met dat met Leo. Ja, ja, echt. Hij werd echt opgenomen als broertje. En wat was het nou voor jochie? Ja, een beetje nerveus. Was hij nerveus? Ja. Ja. Hij was gek op vissen. En dan zei hij, Henk, ga mee, gaan we vissen. Nou, gaan we vissen, jongen. Gingen we vissen. Daar was hij hartstikke gek van. Als dit eventjes, een beetje de buiten had, dan zei hij, Henk, ga mee vissen. Nou, gingen we vissen. Klaar. En dan was het over een half uurtje was het over, dan was hij weer gezond. Hoe vond hij het bij jullie? Fijn. Dat is mooi. Ja. En ook met mijn jongste, met mijn broer die net zo oud was, hadden ze samen een kamer. Die net zo oud was, dus dat was Dirk? Dirk. Dirk. Ja, ja. En hoe vond Dirk dat, ja, dat was dat gewoon normaal, dat moest hij delen, punt. Ja, ja daar werd ze nooit geen woonklank over gegeven. Mm. En was het dan speciaal dat zij dezelfde leeftijd hadden, één kamer deelden, maakte dat hun band closer?
Nee, we hadden drie slaapkamers boven, dus er was er één van mijn ouders. En één van die twee jongens. En één van, sorry, voor mij en die andere jongen. Een beetje nerveus jongetje, was die groot, klein? Nee. Hij was voor een zesjarige was hij gewoon normaal ventje, zoiets. Dus net zoals je broer Dirk? Ja, ja, ja. En als je ze naast elkaar zag, wat was dat verschil? Nou, zag er geen verschil eigenlijk, want Dirk was ook donker. En vroeg hij naar zijn ouders? Deed hij dat wel eens? Riep hij wel eens naar zijn moeder? Hij kroop bij mijn moeder vaak op schoot. Oh, zat hij vaak bij je? Ja, ja. En dan noemde Dirk dus jouw moeder mama? Ja. En hij noemde? Oma. Oma. Ja. Dus ja, hetzelfde leeftijd. Ja, 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 ja. Mama, oma. Ja. Ja. En trok hij ook naar, want hij trok dus naar je naar mijn moeder. Maar je vader, hoe zat dat? Hoe ging dat? Ik me weinig van herinneren. Mijn vader was niet zo aanhalig. Die was ook tegen zijn eigen kinderen, niet tegen ons. Niet. Hij was niet slecht voor ons. Ja. Maar het was geen man die nou eens even knuffelde of zo, weet je wel. Ja, ja. Dat zat er niet in bij hem. Oh, ja. Trouwens, een hele kant van mijn vaders familie niet. Het zijn allemaal mensen recht door zee, weet je wel. En niet opzij gaan voor de grootste gekkigheid niet. En gewoon doorgaan, klaar. Wat hem ook natuurlijk. Ja, ja. Misschien waardoor hij misschien dit ook al gedaan heeft. Zo. Hoe vond uw moeder het eigenlijk? Want uw vader heeft dan de onderduikers naar binnen gehaald. Hoe vond zij het? Je hoorde mijn moeder er niet over. Het enige wat ze vaak deed, ze beelden de tranen over als er zoiets was, weet je wel. Als je dan op de radio, die had je eigenlijk niet, maar wij hadden natuurlijk wel radio. Als er dan weer zo'n bericht kwam, dan zat ze. Nou, ze zat niet te huilen, maar de tranen liepen toch uit haar ogen. Ik bedoel, dat is, dus, ja, ze was van huis uit zwaar gereformeerd. Maar dat zegt verder niks. Ik bedoel, ze was heel lief, heel behulpzaam. Ja. Wie heeft nou gezorgd voor die onderduikers? Was dat nou, kwam dat nou, ging dat nou van uw vader uit? Nee, dat ging van mijn oma uit, die Jood was. Hoe heette die? De Beer. De Beer. Als je een kind hoort gillen, dat gaat door je hele lijf in het heen. Oma. Oma, oma, help me alsjeblieft. Oma, help me. Ja, dat zei u ook door de telefoon. Ja, het is feestje. Ja. Morgen. Ja, dat is hij. Absoluut, ja. 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 En toen was hij misschien, dat was misschien net voordat hij net voordat hij, ja, ja. Dus jullie hebben nog iets groter, want dit is echt een jongetje van... Ja, ja, dat vijf is hij, denk ik, ja, ja. Ja, maar hij is absoluut precies. Dus dat andere, die andere broer was dus ook 6, ging die dan naar school? Al, ja. Op het eind. Maar dan ging hij niet naar school. Nee, hij ging niet naar school. En ging die andere dan wel naar school? Of ging die ook al eerder naar de kleuterschool? Nee, kleuterschool, dat bestond in onze jaren niet. Die oma Jaap zijn vrouw, Jaap de Beer zijn vrouw, die tante Ann, dat was een nicht van mijn moeder, van mijn vader. Van de wolwinkel, van de Gouwe. Ja. Die was onderwijzeres ook. En die kwam hier, die gast er lesgeven. En ook het andere onderduikertje dan? Ja. Oh. Wat mooi. Ja. Ja, daar hoor ik jullie weinig over. Hoe is dat met dat andere ventje dan? Wie, Fred van Dam? Ja, ik ken die naam helemaal niet. Ja, Fred van Dam, die was gelijk hier met Leo Klisser. Ja, oké. Okay. Die zijn tegelijkertijd aangekomen hier. Ja, ja, ja. En die Fred van Dam, dat vertelde ik daarnet, daar ben ik mee gevlucht, de polder in. Toen Leo weggehaald werd hier met mijn vader, ben ik dus achter het kolenhok aan de wasmachine staan, ben ik die deur uitgegaan. Er stond vroeger tegen de stoep aan, stond er een heining van Hulst. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja. Nou, als je daar onderdoor ging, dan kon je achter die andere heining kon je weglopen. Die was zo hoog dat je kon je lopen. Dus ze hebben mij niet zien gaan, die Duitsers. Nou, dan ben ik naar Kees van Meij gegaan, dat is de eerste buurman hier. En daar zijn we in de hooiberg gekropen tot Kees van Meij, die was aan het melken. En ja, wat die verder gedaan heeft, dat weet ik niet meer. Ik weet het echt niet meer. Echt eerlijk, ik huil niet gauw, er kan gebeuren wat er gebeurt, dan huil ik niet, maar als ik,
het over dat ventje hebt, dan rollen de tranen over mijn ogen. Ik kan dat nog niet verwerken, dat kind. Je ziet hem daar nog aan die gang uit. Gillend, dat moeder, gillend. Ja. Dan hoor ik het nog, voel ik het nog. Ja, waarom? Stommeling, ik ben, moet het niet doen. Het is al geweest, klaar. Ja. Ik kan het niet loslaten. Ik had een afspraak in het Stadsarchief Rotterdam met Louisa Balk en Mariette van der Ent. Zij hadden documenten over Leo voor me klaargelegd. Wat wij hier zien is de bevel tot opname, opnameverzoeken voor Leo Klisser. Geboren aan 13/7/1936. Ort in Amsterdam, dus in de geboorteplaats. Woonhaft Amsterdam, Nassaukade 153. Woerde am 22 oktober 1943 vestgenomen. Vestgenomen, ja. Ja. Een heel groot stempel had men om alle mensen die Joods waren en die opgenomen waren in de gevangenis, gewoon direct heel gemakkelijk te kunnen herkennen op papier dan. Er staat hier staat naar pleegouderspaars. Precies, dat klopt. Ja. Oh, afgehaald. Ja. Afgehaald. Afgehaald door kinderpolitie. Afgehaald door kinderpolitie. Ja, daar gaan we zo meteen even wat... Wat had hij bij zich? Want hier bovenaan staat zijn naam. Dit is een opnamekaart. Dus iets wat ingevuld werd wanneer hij binnenkwam. Ja. En de bezittingen werden ook genoteerd. En omdat in principe moest iedereen, werd de bezitting afgenomen en men kreeg de zaken dan terug wanneer men ontslagen werd. En dan moest men tekenen voor ontvangst. Maar ik vraag me af. Een koffer met inhoud. Precies. Ja. Heeft hij dat nog meegenomen toen hij in Gouden gearresteerd werd? Dan kreeg hij dan nog tijd om een koffertje. Ja, blijkbaar. Dus, ja. Blijkbaar. Leo heeft 4 dagen in die grote strafgevangenis gezeten. Waarschijnlijk niet op een apart kamertje, maar in een hele grote zaal met heel veel volwassen mannen en vrouwen. En het duurde blijkbaar nog een tijd voordat er een transport naar Westerbork was, waar Leo volgens de Duitsers hoorde, zal ik maar zeggen, als Joods kind. En hier staat ook weer ingesloten op 22 oktober, vertrokken op 26 oktober. Naar pleegouders. En dan staat er met een andere pen achtergeschreven. Den 10/12/43 naar Westerbork. Ja. We hebben hier die datum 10 december. En dit is een boek waarin de afdeling transport noteerde wie ze vervoerde. Dit was eigenlijk in feite om te verantwoorden hoe ze hun tijd besteden. En ze hadden hier dus een lijstje van mensen die naar Westerbork gingen. Dan staan er een heleboel namen. En een aantal Joden worden genoemd, een aantal Joedinnen worden genoemd. En dat is voor een deel zijn die aan elkaar verwant of met elkaar getrouwd. Ze hebben dezelfde achternamen, die volwassenen. En dan worden er 6 kinderen genoemd. En die kinderen heten allemaal anders dan die volwassenen. Ja. Waarschijnlijk zijn dit kinderen die net als Leo Klisser, dus Klisser. Zonder Klisser, inderdaad, want hier staat hij als precies, hier staat de R niet. Dat is inderdaad een belangrijk punt. Kinderen die net als Leo Klisser, zonder ouders of iets dergelijks, hier in Rotterdam waren. Ja. Hij staat hier als persoon nummer 17 opgevoerd, Klisser zonder R, de L alleen. En er staat een vraagteken in de kolom waarbij de anderen dus de... geboortedatum staat en er staat een vraagteken waar de geboorteplaats. Bij Leo, omdat de naam niet achternaam niet goed geschreven was, denken wij ook dat dit gewoon hetgene was wat hij zelf heeft verteld. Hoe hij heette. En wist hij veel wat zijn geboortedatum en zijn geboorteplaats was. Dat was niet meer zijn belang natuurlijk om dat te leren als jongetje. Ja. Maar je ziet dus inderdaad dat hij wist wie hij werkelijk was. Alleen hij wist... Hij zei het niet zo duidelijk dat men het precies goed op kon schrijven. En dat was blijkbaar ook niet zo heel erg.
was nog nooit bij het Joods kindermonument in Rotterdam geweest. En hier zie je dus het Joods kindermonument met gigantisch veel namen van kinderen. Hier zie je iemand van 7 maanden. En daar moet Leo Klisser van die 7 jaar werd zich tussen bevinden. Nou, als ik zo kijk. De gauwigheid. Ja hoor, daar staat hij. Daar staat het jongetje. Leo Klisser. Op deze plek was loods 24. Verzamelplaats voor de deportatie van Joden. Het is een prachtig mooi monument, zo mooi oplopend. De muur loopt daar op, gaat naar beneden. Het is een prachtige plek, denk ik, ook voor omwonenden. Echt een plek van bezinning. Maar het is ook een schuldige plek. Tenslotte ging ik op pad naar het huis waar het gezin Klisser nog helemaal vereend, veilig en wel woonde. Naar Amsterdam, de stad waar ze alle 4 geboren en getogen waren. Naar de Nassaukade 153, 1 hoog. Om hier te zijn waar een kleine jochie gelopen heeft en waar dat kleine jochie gespeeld heeft, waar zijn ouders nog misschien gelukkig met elkaar zijn geweest en als een gewoon gezinnetje misschien geruzied hebben en het goed gemaakt hebben. Misschien gewoon een gewoon gezinsleven hebben gehad met die jongen en die oudere broer en dat jongere gozertje. En dat jongere gozertje heeft dan ook nog wel even een beetje een goede tijd gehad bij de familie van de Berg. Ja, die Han die heeft gewoon levenslang gekregen met zijn, toch met die herinneringen, wat moet je ermee? Hoe zet je dat apart? Het feit dat je ooit zo bij elkaar bent geweest en zo met elkaar verknoopt bent geweest. Ja, ik vind dat hartverscheurend. En hoe dieper je eigenlijk je ingaat in de geschiedenis van zo'n gezin, van zo'n Joods gezin uit de oorlog, hoe vaak pijnlijker het wordt nog. Thank you.
jullie bedankt voor het maken van deze indrukwekkende film. En laten we hopen dat mede door dit soort documentaires de herinnering aan het vreselijke oorlogsverleden wel levend wordt gehouden. En hartelijk dank voor jullie komst hier. Veel succes. Bedankt. En u thuis, bedankt voor het kijken. Wilt u deze of eerdere uitzendingen nog eens terugkijken in HD? Kijk dan op onze website www.gouwestad.nl en kies voor Uitzending gemist. Of kijk op ons eigen YouTube-kanaal RTV Gouwestad. Dit was het wat betreft deze Gouwestad Magazine. Graag tot de volgende keer.